Woensdag vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. Forum voor Democratie was de grote winnaar in Gelderland. Ook GroenLinks behaalde winst. D66, de SP en de PVV waren de verliezers. VVD en CDA bleven samen de grootste partijen. RTW Arnhem keek overdag bij twee stemlokalen en in de avond bij de uitslagenavond in het provinciehuis. Ik gun iedereen zijn winst, alleen als het heel snel gaat, dan heb je het natuurlijk eerder in het verleden wel gezien bij andere partijen, zoals LPF en zo. Als je te snel groeit, dan kan het soms ook tot interne strubbelingen, dat gun ik niemand, dus ook hun niet. Maar het is wel voor het besturen van de provincie is het van belang dat meteen een stabiele club is. En daar gaan we op hopen. Zou u even kort een reactie kunnen geven op de uitslag? Wethouder van GroenLinks in Arnhem, uw partij heeft het in ieder geval in Gelderland goed gedaan. Dat stemt positief, denk ik. Ja, we hebben het hartstikke goed gedaan, dus ik ben wat dat betreft zeer tevreden. Ik zie ook overigens elders in het land dat we het heel goed doen. Van 3 naar 6 zetels, een mooie verdubbeling. Als dat overal in het land zo is, dat is geweldig. Ik ben geen Forum voor Democratie hier of zo, hoor. Maar kijk, een partij kan één keer pieken, maar vervolgens moeten ze dingen bereiken om constant goed te blijven presteren. En dat is misschien ook wel de kracht van bijvoorbeeld de VVD. Want de VVD die verliest nu elke keer 1 à 2 zetels, maar dat zijn geen dramatische verliezen, omdat de VVD elke keer in staat blijkt om gewoon goed te presteren. Kijk, die splintering die zien we natuurlijk al heel lang in Nederland. En hoe kleiner en hoe meer de partijen zijn, des te ingewikkelder wordt het om tot een coalitie te komen. Komt u binnen in de Staten straks. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat u veranderen? Ik vind het heel belangrijk dat we natuurlijk gewoon ons programma, wat we al heel erg mooi hebben uitgestippeld, dat we dat aanhouden. En daar staat voorop dat we natuurlijk die betaalbare huizen willen. Met welke reden heb je op Forum voor Democratie gestemd? Ik ben het met heel veel punten eens. En ik vind dat er, misschien klein beetje gek, maar dat er toch wel een link of een rechtse partij in de Kamer komt. Omdat anders te links wordt. Ja, ik weet niet. Het is een verlies. Ik ben blij dat nog altijd 700.000 Gelderlandse weg naar onze partij gevonden hebben. We hebben als D66 stevig ingezet op energietransitie en om dat haalbaar en betaalbaar te maken. Echt een thema de laatste weken. En wat versplint het landschap toch? Hè? Dat is een beetje het beeld. Landelijk ook wel, maar zie je ook hier in de provincie terug. Wat vindt u daarvan? De eerste polls die ik zag, zie ik dat D66 4 zetels heeft. Met 4 kun je in ieder geval nog invloed hebben bij de staat. En dat is altijd belangrijk. En elke verkiezing opnieuw laat zien dat je elke stem moet je verdienen. En je moet de straat op, je moet mensen overtuigen. En de kiezer heeft gesproken vandaag en de kiezer heeft altijd gelijk. Het landschap, we gaan van op dit moment 10 partijen gaan we naar 11 partijen. Mm-hmm. En ik denk dat we ook in plaats van 4 partijen in een coalitie naar hoogstwaarschijnlijk naar een 5-partijencoalitie gaan. Ik ben heel benieuwd naar hoe de uitslag in Arnhem is. Die moet nog binnenkomen. Maar als je kijkt dat we overal in de exit poll op 0,5% verlies staan, dat is echt stevige winst ook ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. En daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. Ja, hoe kijkt u nu tegen het politieke landschap aan? Nou, op zich is mijn persoonlijke ervaring dat het beter is voor het proces als er niet te veel macht in de handen van enkele partijen ligt. Je ziet eigenlijk dat partijen steeds meer proberen om samen te werken naarmate die macht verdeeld is. Dus wat dat betreft sta ik er persoonlijk heel positief in dat er geen overmacht is van bepaalde partijen. En ik denk dat dat voor de sfeer in de Staten en in de Tweede Kamer veel beter is. Je moet echt onderhandelen, want iedere volksvertegenwoordiger, daar staan een heleboel kiezers achter. En dat vergeten we vaak. Vaak wordt die oppositie maar een beetje uitgeschakeld en die telt niet mee. En nu zal die oppositie heel erg meetellen. Iedere stem telt. Dat is goed.